De volgende dame is al een klein decennium niet weg te slaan van de literaire podia. Ze is werkelijk overal geweest. Van Lowlands tot Poetry International. Van Night Riders tot De Wereld Draait Door. Ze is ook heel veel in het buitenland. Ze treedt overal en nergens op. En het is niet onterecht, want ze is een van de beste performers van Nederland. Ze won in 2009, als ik het goed heb, werd ze Poetry Slam kampioen van Nederland. Ze heeft inmiddels 2 bundels op haar naam staan. De Steen Vreest Mij. En daarmee won zij de Buddingprijs. De prijs voor beste poëziedebuut van 2012. En het meest recent is Hoi Feest. Volgend jaar, in de zomer, als alles goed gaat, verschijnt haar debuutroman. Maar daaruit gaat ze niet vanavond voorlezen. Ze gaat u enkele gedichten brengen. Dames en heren, mag ik een heel hartelijk applaus voor Ellen Dekwits. Hallo. Hallo Tilburg, wat leuk. We zijn hier allemaal stralend, wat heerlijk. Ik kom uit Utrecht nu, daar hebben we net de Nacht van de Poëzie geopend. Daar zag je iedereen nog een beetje timide, maar ja, jullie hebben allemaal een blije pret oogjes, hè? Of zit er iets in het water hier in Tilburg? Ja, dacht ik al wel. Goed, ik mag een aantal gedichten voordragen als een soort opwarmer voor Guus Kuijer, dus ik ga heel erg mijn best doen. En ja, het is natuurlijk boekenweek. En wat? Oh, ik dacht iemand tussendoor praten. Maar het kan ook een stem in mijn hoofd zijn geweest. Het is natuurlijk boekenweek. En morgen kunnen we allemaal fijn reizen met het treinkaartje wat Kees van Kooten voor ons heeft geschreven. En het kan morgen dus ook enigszins druk worden in de trein. En daarom heb ik voor jullie het volgende gedicht gemaakt. Dag, andere mensen. Soms sta ik samen met jullie geperst in een overvelle coupé van de NS. En ik zou jullie dan kunnen pletten, maar ik ben dan steeds bij mijn handen of de plek waar ze liggen wel past. En veel liever zou ik met jullie willen dansen. Ik hou van afspraken als het om bewegen gaat. Dat het lijkt alsof het zo hoort en we ons er niet een beetje voor ons zien. En morgenochtend komen we allemaal weer met een rotsmak in ons lichaam terecht. Worden we wakker in een breed tweepersoonsbed waarin we alleen liggen. We rollen even opzij naar de lege kant, rollen dan weer terug, zodat we dan kunnen doen alsof andermans warmte nog aan de dekens kleeft. Zodat we eindelijk leren houden van iets wat 's nachts ons lichaam losliet. Dankjewel. Ik weet niet of Guus Kuijer er al staat. Wil iemand die Guus Kuijer heet even zwaaien? Nee, hij staat er nog niet. Hi Guus. Ik vind je werk geweldig. En ik wil later ook kinderboeken schrijven als ik echt gewoon geen kind meer ben. Maar volgens mij heb je al ooit gezegd dat je pas volwassen bent wanneer je het kind in jezelf herkent, toch? Ja, Ellen, dat heb je gezegd. Nou, fantastisch. Hij is zo slim, Guus Kuijer. Ik heb afgelopen zomer kreeg ik de vraag om een gedicht te schrijven voor een kinderboekenbundel of een kindergedichtenbundel van Querido. En toen zeiden ze, ja, het is voor kinderen op de basisschool. Het moet wel gepast zijn. Dus ik maakte een gedicht en mijn moeder zei, dat kan echt niet. En het werd meteen gepubliceerd en dat wil ik graag met jullie delen. Het gedicht heet Brief voor mijn ouders. Geachte ouders. Vanochtend heb ik toch besloten om van jullie te gaan scheiden. Ik denk dat er nog wel tijden aan zullen breken dat we weer vrienden kunnen zijn, maar voorlopig lijkt afstand me verstandig en voor alle partijen fijn. Het tosti-apparaat gaat naar papa. De PlayStation gaat naar mij. En de oppas is voor mam, dan heeft ze iemand die haar troosten kan als ze mij heel erg mist. Want ik ga leven in de McDonald's. Een scheiding maakt niet het bestaan van alle partijen slechter. Voor een bezoekregeling met de hond mogen jullie bellen met de dierenrechter. Ik weet zeker dat dit voor alle partijen het beste is. Het scheelt bovendien verhuisdozen sjouwen. Maak jullie geen zorgen. Als jullie het konden, kan ik het ook. PS, mijn zusje mogen jullie houden. Dankjewel.
Afgelopen week was het natuurlijk Boekenweek, maar ook 10 jaar geleden dat een van de beste dichters van Nederland overleed. Ik heb het natuurlijk over C.O. Jellema, befaamd Gronings dichter. En een aantal jaren geleden studeerde ik in Groningen en ik was toen al heel erg fan van hem. Hij leefde toen nog. En ik wilde bij hem aanbellen en me aan hem voorstellen van, hey, ik ben je fan. Maar in plaats daarvan kreeg ik angst om aan te bellen en ben ik 's nachts stiekem in zijn achtertuin gekropen. Heb ik daar iets gestolen, want je wilt toch een collectors item hebben. En daarna kreeg ik spijt en dacht ik van, ja, ik heb iets van hem gejat. Dat is echt asociaal. Ik moet het terugbrengen, weet je wat? Ik bel aan en dan kan ik me meteen aan hem voorstellen. Dus ik bel aan, ding dong. En toen deed iemand open, maar dat was niet C.O. Jellema. En ze zei van, ja, is C.O. Jellema thuis? Hij zei, nee, want die is net dood. Toen dacht ik, oh, dan maak ik er wel een gedicht over. Vlak nadat meneer Jellema in het stof terugzonk, stond ik stiekem in zijn achtertuin. Het was een schiereiland van een echo-oude woning. En heel langzaam spoelde zijn gedachten weg over het tuinpad dat hij met tientallen schelpen had ingelegd. En ik stond daar. Ik wist me beschut. Ik heb gebukt en ik plukte uit dat mozaïek van zee een heel klein opaalblauw schelpje en ik nam het mee. Het was een stil fossiel, geribbeld zoals zijn gehemelte was. Het werd door een tongrosse weektien naar de vloedlijn gebracht om te kunnen belanden in de branding van mijn hand. En tegen mijn oor sluit een kalk en vleesig tot een suizen met daarin weer zijn stem. En golven van geluiden veranderen in gedichten. Tot die schelp op mijn schrijfpapier is leeggelopen en worden dan gedichten opgezogen door jullie oren om te kunnen ruisen in jullie hoofd. Dank je wel. Ik zou graag nog 2 gedichten voordragen, maar ik zit een beetje in twijfel. Willen jullie een gedicht horen over octopussen of een gedicht over dingen die je niet moet zeggen tegen je partner? Ik zie veel setjes hier zitten, dat is leuk hè? 3, 2, 1. Octopus. Oké. Ja, nee, jammer dan. Ja, dan had je maar geen huwelijkstherapie moeten hebben. Dat is heel spijtig. Octopus. Dit is een gedicht trouwens uit een cyclus. Dat is een reeks gedichten met hetzelfde thema. En de titel is van die cyclus Trauma's uit mijn kindertijd. En dit octopusgedicht is nummer 37. Want octopussen zijn heel erg tof. Ze hebben van die knikkerronde ogen op een overschot aan pootjes, waar nog heel zen zo'n waterhoofd achteraan tolt en dat rolt zich al ootjes vormend over de oceaanbodem voort. En ik dacht vroeger dat alle inkt ter wereld van octopussen kwam. Dat ze werden gehouden op een farm en dan elke dag aan het schrikken werden gemaakt om vervolgens heel grondig te worden leeggepompt. En daar moest mijn klas heel erg om lachen. Zo van, haha, scharrelinkt, et cetera. Vooral Oscar en zijn waterhoofd moesten het bekopen. De monden vormden ootjes en hij rolt zich nog steeds voort. Ja. En ik sluit af met een mag ik het over mannen doen, Michel? Ja. Ik hou van mannen. Dat is waar mijn meeste gedichten over gaan. Mannen zijn echt fantastisch. Je kan ze voor alles leren. Je kan ze zindelijk maken. En als je er genoeg van hebt, dan zijn ze weer biologisch afbreekbaar. Dat is geweldig. Dus het volgende gedicht is voor alle mannen in de zaal. Het gedicht heet Mannen. Soms
moeten alle mannen gewoon echt even weg. Want je weet het weer. Het zijn niet hun woorden die je raken. Want je trommelvliezen zijn allang in trampolines veranderd. Je weet alleen nu moet er echt een man gaan lopen. Tot de dag is leeggelopen. Maar de dag is een zandloper. Gevuld met veren. En alle dingen die ik zo graag tegen mannen zeggen wil. Zoals... Soms moeten alle mannen gewoon echt even weg. Dank jullie wel. Fijne avond. Ellen Dekwits, dames en heren. Heel goed.